Ja, nou ja, Rijker die zit weer zoals gewoon. Oh, springt er net af. Kandalf loopt daar. En daar hebben we onze malle meid. En die ligt daar lekker met andere woorden van, kijk het allemaal maar. En dan ga ik lekker voor jullie bezig, even een vlog in elkaar zetten. Ook heb ik al een paar shorts gemaakt, zowel buiten, zowel binnen. Ja, er net eentje van Rijka, hartstikke leuk. Ja. Dus het komt allemaal goed, maar ik ga naar de koffie. Een hele, hele goede, liefdevolle namiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Het is vandaag alweer reeds, ja, vrijdag, de 10e. Ja, de 10e van de 2e, 2023. En we leven al bijna op 16:30, 16:21. Ja. Ik ben boven ook even weer aan het werk geweest, want ja, dat moet wel gedaan worden, hè. We hebben weer was verzameld, et cetera. En nee, nog niet in de wasmachine gedaan, want ik heb wel een waszak vol. Maar weet je wat het is? Heel kleine beetjes, maar van het een en van het ander. Nou, dan ga ik het niet wassen. Dat vind ik een beetje zonde van mijn elektriciteit en water, et cetera. Ja, dat doen we nog maar even niet. Maar in ieder geval... ik ga weer eventjes met mijn meisjes lopen en het is roetje koud, meende ik te begrijpen. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 7 graden. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 3 graden. Nou 3, oh, het is nog kouder geworden dan ook. Daarnet was het 4. Tja, dus ja, warm aankleden, vest goed dicht, sjaal goed om... jas aan, kraag omhoog en alles. En dan gaat de telefoon en dat is Karin, die neem ik even op. Dus ik zeg tot straks. Zoals ik al zei, dat was Karin en die gaf even een mededeling dat ze even ergens op een parkeerterrein staat en even haar ogen dicht wou doen, een kwartiertje. Ik zeg, dan weet je wat, ik zeg, ga jij maar eventjes lekker rustig aandoen, blijf daar maar staan. Ik bel jou wel als ik straks terugkom met de meisjes. We gaan ook eerst dan met de meisjes uit en dan bel ik je en dan legt ze even wat langer, komt ze even tot rust. Want ja, ze heeft een lange nacht achter de rug, bijna niet geslapen en vanochtend vroeg al de deur uit en... ja, dat komt wel in de eigen vlog allemaal verder wat er aan de hand is, maar in ieder geval... ik zal er straks even bellen om te kijken of ze weer een beetje door kan gaan rijden. En dus, nou, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie hier doen. Maar geniet ook zeker weer een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn alweer een tijdje thuis. Ik heb Karin alweer aan de telefoon gehad, et cetera. Want ja, die moest ik eigenlijk, als ze nog sliep, maar nee, ze was na 7 minuten alweer gaan rijden. Nou, knap gedaan. Hé? Ja, nou ja, Rijker die zit weer zoals gewoon. Oh, ze springt er net af. Kandalf loopt daar. En daar hebben we onze malle meid. En die ligt daar lekker met andere woorden van, bekijk het allemaal maar. Ik leg er hier lekker bij. En degene die mij stoort, nou, die pak ik, zeg maar. Ja, nou en ik heb een lekker bakje koffie en daar ga ik even van genieten. En daarna ga ik lekker voor jullie bezig, even een vlog in elkaar zetten. Ook heb ik al een paar shorts gemaakt, zowel buiten, zowel binnen. Ja, er net eentje van Rijka, hartstikke leuk. Ja. Dus dat komt allemaal goed, maar ik ga naar koffie. Wie deed dat? Wie deed dat? Wie liet daar een boer? Denk jij, grote? Dat Rijka nog nooit horen doen, jou al menigmaal. Ja? Ja, waar ben je? Ja? Oh ja? Wat denk je? Dacht het niet, hè?
ga nou niet meer naar buiten. Want daar past gewoon zo aan. Ga je echt niet naar buiten. En daarbij, het is roetje koud. Ja, ik had helemaal zere handen van de kou, terwijl ik toch handschoenen draag. Ken je dat? Kan of niet? Nee! Doe me niet aan mee. Ja, het zal. Ja? Ja! Ja? En toen? Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En doe het met een lach, dan komt alles weer goed. En hou vol goede moed. Give me midnight, you whip up my head.